De zaak rondom de Utrechtse serieverkrachter was destijds een van de eerste zaken in Nederland waarin DNA een belangrijke rol speelde. 16 jaar geleden, toen ongeveer de eerste zaak zich voordeed, ja, toen lagen er alleen nog maar strootjes in de vrieskist bij het NFI en was DNA nog buitengewoon ingewikkeld. In totaal werd bij 288 mannen DNA afgenomen. Daarvoor moest zelfs de wetgeving worden veranderd. En de serieverkrachterzaak heeft midden jaren 90 de DNA-wetgeving fors veranderd en de DNA-opsporing fors veranderd. En de tijd is zo langzamerhand wel rijp voor een wat omvangrijker aanpak. Lex Mellink vindt dat alle Nederlanders hun DNA moeten afstaan voor een landelijke databank. Ik zou het heel fijn vinden als er in de Kamer een grondig debat kwam over de mogelijkheden van DNA. En ik heb destijds al een keer gezegd, het zou het beste zijn wanneer elke Nederlander een DNA-profiel liet afnemen. En er zouden een heleboel daders wat langer in de gevangenis zitten of onder TBS-behandeling geplaatst kunnen worden. Om de privacy van verdachten te beschermen mag de databank alleen onder strikte voorwaarden gebruikt worden. Een databank met daarin alle Nederlanders lijkt nog ver weg. Wat op korte termijn wel uitkomst kan bieden in deze zaak, is verwantschapsonderzoek. We hebben nog geen match in de databank gevonden. Dus degene van wie het spoor is, zit niet in de databank. Maar je kunt je voorstellen, misschien zit de broer van zo iemand of de vader van zo iemand wel in die databank. Met deze techniek kunnen aanknopingspunten binnen families worden gevonden. Het voorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Op zeer korte termijn moet dat ook mogelijk zijn. Nu nog niet. In de Tweede Kamer hebben we die wet net behandeld. En hij zal nu bij de Eerste Kamer liggen. Nou, ik vermoed dat die dit jaar nog behandelen en dat die wet dan begin volgend jaar van kracht is. Dat is optimistisch gedacht, want de Eerste Kamer moet zich nog wel buigen over het wetsvoorstel. Vanwege de privacygevoeligheid kan de wet wel eens worden afgekeurd. In Mellinks optiek is privacy juist achterhaald. Er bestaat geen privacy meer in Nederland. Ook in de wereld. Want elke Nederlander met een smartphone, die laat een spoor achter. Van minuut tot minuut, van meter tot meter. En elke Nederlander die op internet zijn bankzaken regelt, geeft zijn bestedingsgedrag prijs. Eerst maar afwachten of het wetsvoorstel om familieleden te kunnen onderzoeken wordt goedgekeurd. De Eerste Kamer praat over 2 weken over het wetsvoorstel.